Speciaal voor alle zoete zondaars maak ik vandaag goddelijk vanille-ijs dat ik combineer met een sausje van sinaasappel. Een heel haalbaar dessert, simpel geserveerd in een mooi glas. Kijk eens hier, lekker ijs. Straks ga ik dan een stapje verder en steek ik de klassieke crêpe Suzette in een nieuw jasje. Onze eerste zoete zonde die we gaan maken is vanille-ijs. Nou, vanille-ijs kun je op verschillende manieren maken, maar natuurlijk gaan wij voor de meest Bourgondische manier. We hebben natuurlijk ons stukje goud, een vanillestok. Maar je snijdt eerst de twee puntjes eraf. En dan met het mes niet helemaal tot op de bodem snijden. Zachtjes erdoor gaan. En dan zie je, die zaadjes die er allemaal in zitten, dat is juist hetgeen wat de smaak geeft. Gaan in de pan doen. De stok die gaan we natuurlijk laten meetrekken in de melk. We nemen 1/2 liter melk. Goede verse melk. Melk gaan we naar de kook brengen. We hebben hier dooiers. En die dooiers die gaan we wat loskloppen. We gaan eigenlijk een simpele crème anglaise maken. Dus we gaan de melk koken. Op onze dooiers doen. Dan terug in de pan. Verwarmen tot 85 graden. Dan heb je die binding van die dooiers. En dan perfect vanille-ijs. 170 vloeibare dooier. En je kunt gerust die pakken nemen. Hè. Niet bang zijn daarvoor. Natuurlijk is een lekker vers scharrel-ei zeer, zeer, zeer lekker. Maar de kant-en-klare dooiers die gepasteuriseerd zijn, is ook zeker geen probleem. Ook de suiker gaat erbij. We nemen 100 gram. En heel belangrijk, hè. Zorg ervoor dat je dit niet zo laat staan. Want als je dit zo laat staan, dan ga je dooiers verbranden, krijg je van die kleine oranje vlekjes erin en die gaan er nooit meer uit. En vanille-ijs maken is eigenlijk heel simpel, zolang je maar de goede grondstoffen gebruikt. We doen er nog eens 100 bij. En je ziet die suiker die versmelt nu in die dooier en dan kan die ook niet meer verbranden. We zitten in ons kookpunt. De melk kookt. Deze massa gieten we op onze dooiers. Goed roeren. Dit gaat terug in de pan. En dit gaan we terug verwarmen tot 85 graden. Goed oppassen, laag vuurtje. Ook altijd zorgen dat hij niet begint te koken, want als hij gaat koken, dan gaat hij ook schiften. Ik ga er ook nog wat bindmiddel aan toevoegen. Thuis, als je het ijs zeer snel opeet, hoeft dat er niet bij. En ik gebruik 6 gram Cremodan. Cremodan is een ijsstabilisator die ervoor zal zorgen dat het ijs een mooie binding zal houden. Nou, volgens mij hebben we bijna die temperatuur van 85 graden bereikt. Ik ga nog eventjes checken voor de zekerheid. Nou, we zorgen ervoor dat we 85 graden halen. 84, 85. Dat is de ideale temperatuur om de binding van die dooier te krijgen. Nu, het allerbelangrijkste. Onze vanillestok is eruit. De temperatuur is bereikt. En dan gaan we met de staafmixer gaan we er een mooie emulsie van maken. Mooi glad maken. En dan gaat-ie. Het laatste wat we er nu nog bij doen is onze room. 380 gram. Dat is niet weinig, daarom noemt het ook roomijs. Even door mengen. En hetgeen wat we nu hebben, dan noemen ze een compositie. Een compositie van ijs. Zorg ervoor dat er geen klontjes meer in zitten. Dus we gaan de compositie door een zeef gieten. Nou, vanille-ijs moet rijpen. En rijpen wil zeggen, die smaken die moeten zich allemaal gaan ontwikkelen. Die dooiertjes moeten beginnen binden. Dus dit gaan we 4 uur laten rusten en dan pas afdraaien. Nou, natuurlijk hebben wij dat gedaan. Dus we hebben al een kom kant-en-klaar in onze koelkast staan. En dat ijs heeft eindelijk al zijn rijping gehad. Dit ijs gaan we nu in onze machine afdraaien totdat we een lekker roomijs hebben. 1 liter compositie gaat erin. Onze ijsmachine gaan we nu afsluiten. Zorg ervoor dat er altijd een dekseltje op zit. Nou, en daar gaat hij dan. De
Terwijl ons ijs draait, gaan wij nu een lekkere saus maken. Nou, we gaan een saus maken op basis van sinaasappelsap. We nemen 75 gram suiker en die gaan we laten karamelliseren. Mooi licht blond maken. Opgepast gaat altijd heel snel, hè? Zeker op een hoog vuur. En je walst hem helemaal rond, hè? Al de suiker is nu eindelijk gesmolten en we hebben die lichte blonde kleur van onze karamel. We gaan er nu wat aromaten bij doen. We nemen wat kruidnagel erbij. Dat is zo spelen en nu. 3 kruidnageltjes, een beetje sterrenijs. Een jeneverbesje erbij. Geeft echt heel veel aroma. Ook wat vanille. Stokje gaat er op zijn hele bij. En dat ruik je, hè? Dat is echt super lekker. Heel even laten opkomen nog. Dit gaan we afblussen met wat water nu. We nemen 20 gram om het extra lekker te maken. 25 gram Cointreau. We nemen ook nog 25 gram Grand Marnier. En als laatste de finishing touch. Een beetje mandarin Napoleon. We nemen 130 gram. Nou, je ziet hè, echt bomvol aromaten, bomvol smaken. Kan niet slecht zijn. En dit laten we nog een klein beetje inkoken, zodat al die smaken goed kunnen loskomen. Alcohol is verdampt. Alle smaken, ja, die zitten er nu in. Het is echt een bom van aromaten. We gaan er nog een 500 gram verse sinaasappelsap bij doen. Volgens mij is dit nu echt de perfecte sinaasappelsaus. Al die aromaten hierin. Lekkere verse sinaasappelsap. Mooi kleurtje. Zalig. Ik ga ondertussen kijken naar het vanilleijs, want dat is bijna klaar. Dan kan ik mijn glaasje vullen. We hebben een mooi stevig ijs. Nou, en voor onze eerste simpele zoete zonde ga ik een glas nemen. En daar ga ik een bolletje vanilleijs in doen. Kijk eens hier. Lekker ijs. Ons glas werken we wat bij, zodat we geen randen hebben. Keukendoekje. Een klein beetje gin eraan. Ja, een klein beetje gin eraan. En dan heb je zeker geen vlekken. Hier gaan we strek die lekkere sinaasappelsaus nog bovenop doen. En dan hebben we een hele simpele zoete zonde. Deze plaatsen we in de diepvries. De simpele versie van onze zoete zonde, die is volledig klaar. Nou, voor de luxueuze heb ik buisjes meegenomen. En we gaan buisjes maken met vanilleijs. Dit gaan we opvullen. En dan gaan we die laten hard worden. Hier hebben we wat trucjes voor nodig. Een stukje plastic gaan we onder eraan doen, zodat ons ijs er niet kan uitlopen. En dan nu het moeilijkste. Spuitje erin en goed vullen. Komt hij al? Hup. En we vullen hem tot boven. Nou, dit vind ik nou juist lekker origineel. Deze gaan we recht in de diepvries plaatsen, zodat ze ook mooi hard kunnen worden. Voor de zoete durvers maak ik nu een luxueuze versie van de Crêpe Suzette. Ik draai ons vanilleijs in een jasje van een vers gebakken pannenkoek. Samen met een sorbet van sinaasappel, verpakt in een goddelijke gelei, komt dat op ons bord. En dan nu mijn lievelingsrecept, pannenkoeken. Die gaan we nu bakken. En voordat we gaan bakken, moeten we natuurlijk eerst een beslag maken. Beslag, heel simpel. We nemen 5 eitjes. En soms staat er in een recept zoveel gram eieren. Om te weten, een ei weegt eigenlijk gemiddeld 50 à 55 gram. Eventjes loskloppen.
750 gram melk. Ik heb geprobeerd om een beslag nog lekkerder te maken. Nou, en hoe doen we dat? De truc en de tip. Een klein beetje roompoeder. Crèmepoeder. Gewoon een simpele crèmepoeder. Puddingpoeder. Heeft 3 verschillende namen. Je kunt het in de supermarkt vinden. En dat gaan we erbij doen. En kijk, hè. Nou, die crèmepoeder die zorgt voor een mooie gele kleur. En niet alleen een mooie gele kleur, maar ook een lekker aroma. Suiker gaan we erbij doen. 85 gram suiker. Een scheutje arachideolie gaan we er ook bij doen. En die arachideolie die doe ik er eindelijk bij om een goede beet te hebben op die pannenkoek. We doen er 275 gram patisseriebloem bij. En die gaan we eronder mengen. En natuurlijk mogen we zeker niet vergeten ook een vanillestokje erbij te doen. Vanillestok nooit weggooien. Kun je hem altijd in de pot met suiker doen en dan heb je vanillesuiker. Nou, om een pannenkoek flink wat pit te geven, gaan we er ook wat zout bij doen. Snuif je zout. En als laatste ga ik wat boter smelten om er nog bij te doen. 50 gram. Nou, belangrijk, boter niet te warm laten worden. Want als je nou kokende boter bij je beslag gaat doen, wat gaat er dan gebeuren? Nou, die eieren die gaan eigenlijk al beginnen bakken. En ja, je deeg gaat helemaal naar de maan zijn. Er in één keer bij. En dan goed roeren. Het allerbelangrijkste, we gaan even met de staafmixer. Ervoor zorgen dat alle klontjes eruit zijn. Pan op het vuur plaatsen. Nou, en vaak heb je natuurlijk dat die eerste pannenkoek aanbakt. Gebeurt bij heel veel mensen. Zeggen ze van, oh, die eerste pannenkoek. Nou, ligt vaak aan verschillende dingen. Belangrijk is eerst die pan heel goed warm laten worden. Nou, als die goed warm is, een klein beetje olie erin doen. Dan eventjes terug warm laten worden. En dan gaan we dat beslag erin doen. Om te bakken doe ik een heel klein beetje olie erin. In combinatie met een klein beetje boter. Beslag gaan we erin doen. Aroma, hè? Die roompoeder die erin zit, zalig. Kijk eens, wat een mooi pannenkoekje. We gaan ongeveer een 4 tot 5 pannenkoekjes bakken. En dan gaan we die mooi laten afkoelen. Onze laatste pannenkoek. Pannenkoeken gaan we afkoelen. Want dat wordt ons jasje van ons vanilleijs. Wij gaan nu beginnen aan onze sorbet van sinaasappel. We gaan water nemen. Dat gaan we opkoken. 220 gram. 140 gram sinaasappelsap. En om de sinaasappelsap net wat meer smaak te doen geven, gaan we er wat passie bij doen. 20 gram passiepuree doen we erbij. Wat suikers gaan we eraan toevoegen. Glucose. En trimoline. Trimoline is een invertsuiker en zal ervoor zorgen dat er geen kristalletjes komen in ons ijs. Nou, als jullie nou thuis geen trimoline hebben, geen nood, je kunt het vervangen door glucose. En dan gaan we die trimoline erbij doen. We doen er 40 gram trimoline bij en 20 gram glucose. Ik ga er ook wat melkpoeder bij doen. 5 gram melkpoeder. Dan ga ik er ook wat stabilisator bij doen.
20 gram Procrema. Zal ervoor zorgen dat het ijs mooi luchtig wordt. En als laatste 1,8 gram Krimodan. En die Krimodan die zal voor onze binding zorgen. Dit gaan we naar het kookpunt brengen en dan laten afkoelen. En daarna gaan we het afdraaien in onze ijsmachine, vullen in onze buisjes en dan afwerken. Dit gaan we ongeveer een viertal uur in de koelkast laten rusten. Maar natuurlijk hebben we er al eentje voorbereid. En je ziet, heeft dan gelijk een mooie gelering door die 4 uur te laten rusten. En dan gaan we hem gelijk afdraaien in onze machine. Rond onze sorbet van sinaasappel gaan we een dun laagje gelei leggen. We nemen saus van sinaasappel met die lekkere aromaten erin. We gaan 540 gram nemen. We doen er 0,5 gram agar-agar bij. En 0,4 gelan. De texturas die zorgen voor een goede binding. We gaan dit mengen bij elkaar. En dit gaan we verwarmen. We gaan het echt tot het kookpunt brengen. Agar-agar moet eigenlijk echt tegen het kookpunt aanzitten. Ja, de reden waarom ik agar-agar en gelan gebruik, is eigenlijk agar-agar wordt heel hard en gelan blijft nog zo'n klein beetje soepel. En straks willen we die sorbet gaan rollen in deze gelei. En daarom die twee soorten. Oké, we hebben dat kookpunt nu bereikt. We nemen een plateau en we nemen inox. Inox zal straks ervoor zorgen dat hij goed gaat loslaten. Voorzichtig gieten. Zorg dat het overal gelijk is. En je zult zien, dit gaat heel snel beginnen dik worden. Dit gaan we nu laten afkoelen, zodat het goed opgestold is. Dan gaan we straks onze rolletjes van sorbet hierin doen. Sorbet is zo goed als klaar. Wij gaan dezelfde voorbereidingen treffen zoals we met ons vanille-ijs hebben gedaan. Buisjes vullen. Snel mee werken, want ze gaan ook heel snel terug ontdooien, hè? Deze buisjes gaan we dus in de diepvries plaatsen bij onze vanille-ijsbuisjes. En dan hebben we nu al onze bouwstenen om ons hemels dessertenbord te maken. We gaan eerst ons vanille-ijs voorzien van een jasje van pannenkoeken. Ondertussen zal ons vanille-ijs goed opgesteven zijn. Ziet er perfect uit. We nemen onze pannenkoek. Kijken eventjes naar de grootte van ons buisje. Kijk, en dan komt ons ijsje. Nou, dit is nu echt origineel, hè? Het ijs gaan we erin rollen. Onze eerste twee rolletjes die zijn dan klaar. Dan gaan we de rolletjes van de sorbet erbij halen. Die gaan we rollen in onze gelei. Onze buisjes van onze sorbet. Het is eigenlijk een gerechtje dat je in mise en place moet maken. Kijk dan, dun rolletje er rond. Het enige wat we nu nog moeten doen is ons bord erbij nemen en dresseren. Wat ik aanraad, zorg ervoor dat dat bord goed koud is. Want we gaan hier ijs opleggen en ijs gaat altijd heel snel smelten. We nemen wat sinaasappel erbij. Wat zesjes van sinaasappel. Hier hebben we acinacres. En acinacres smaakt een beetje naar zoethout. We nemen ook nog wat limoencres erbij. Onze saus verwarmen we terug wat. Zodat we toch dat
effect hebben van dat warm en koud. Druppeltjes er mooi bij. Ik heb nog wat schuimpjes van sinaasappel. Je ziet, we krijgen weer al een feestelijk bordje, hè? Kleine rondjes van kletskop. Afwerken kun je natuurlijk met wat bloemsuiker doen. Onze buisjes met onze sorbet van sinaasappel. Die leggen we echt als allerlaatste ertussen. Mijn variatie op een crêpe suzette. Maar natuurlijk heb ik ook aan jullie gedacht. We hebben een glas met vanilleijs. Hier gaan we nog wat koelie op doen. Wat sisters. En wat kruiden erop doen. Een beetje nonchalant afwerken deze. Een kletskopje kunnen we erin zetten. Een paar schuimpjes erbij. Dit is dan ons eindresultaat. De crêpe suzette voor de durver. En natuurlijk een variant voor de beginner. Smakelijk!